Yo mensen, Jurassic hier en welkom bij weer een nieuwe Complay hier op mijn kanaal Jurassic Gaming. Vandaag voor jullie op de achtergrond gameplay een nuclear gehad met de AN94. Gewoon weer eventjes een oldschool nucleertje. AN94, lekker sterk wapentje om te gebruiken. Speel een party met You're Dead Now. Met nog twee subscribers volgens mij die ik niet kende. Dus hun speelden ook allemaal met support. En het punt was, de hele tijd speelden we in deze game. We hadden hiervoor ook een paar potjes gespeeld. En de hele tijd non-stop. Op het moment dat we één orbital inriepen, basboom, liefde iedereen. Maar dan zweer ik ook iedereen het potje. Dus deze nuclear heb ik een tijdje over moeten doen om hem te halen. Terwijl het gewoon echt makkelijk is om hem te halen als jij hardpoint speelt. In een teampje speelt. Want ja, als de mensen niet race quit en je hebt een orbital in de lucht, kan je ze opnieuw en opnieuw killen. Maar dat gebeurde hier dus niet. Je ziet, dan spelen we nu nog maar tegen één iemand. En zo meteen tegen 2, 3, 4, 5. Liever de weers, weer één iemand. Dus het is ook een beetje een slow nuclear om naar te kijken. Maar vandaag wil ik met jullie natuurlijk weer gaan hebben over één onderwerp. En dat onderwerp is het glitchen. Iedereen die ook maar Call of Duty speelt, die zit altijd te zeuren over head glitches. Maar vandaag wil ik gewoon simpelweg even mijn mening erover geven en wat ik denk over head glitches. Want natuurlijk, als je mijn live complays kijkt, dan weet je gewoon dat ik heel vaak ook achter muurtjes sta te schuilen. Dat ik achter prullenbakken sta te schuilen. Dat ik achter brandblusslangen sta te schuilen. Dat ik overal zo'n beetje gewoon achter ga schuilen. En elk tonnetje, elk kistje, elk muurtje dat er ook maar in Call of Duty zit, is een head glitch. En dat zal niet zomaar gewoon niet voor niets zijn. Ik denk dat Call of Duty gewoon expres bijvoorbeeld hier zo'n barricade heb neergezet. Allemaal van die blauwe tonics in deze map heb neergezet. Ammo crates heb neergezet. Auto's heb neergezet waar net het raampje waar je doorheen kan kijken op de goede head glitch hoogte zit. Etcetera, etcetera. Ze hebben dat echt niet bij elk muurtje, bij elk raampje voor de gein gedaan, gewoon omdat ze dachten van, oh, dan gaan ze lopen headclitch, gaat iedereen weer lopen zeiken. Nee, ze hebben het gedaan zodat je tactisch kan gaan spelen, zodat je tactisch naar voren kan rennen. Als jij in Call of Duty gewoon een class pakt, je pakt de MSMC, je pakt de PDW, je pakt de AN94 en je gaat de kaart op afrennen en je headclitch nooit, maar dan zweer ik je nooit, dus je rent echt de hele tijd non-stop eraf, is het zo moeilijk om een nuclear te droppen, simpelweg omdat je nergens dekking kan zoeken. Call of Duty, de makers van Call of Duty, Modern Warfare 3, Call of Duty 4, welke Call of Duty dan ook, hebben expres al die head glitches erin gemaakt, vind ik persoonlijk. Want natuurlijk gaan ze niet random al die dingen erin proppen, want eigenlijk heb je er niks aan als je er niet achter gaat lopen head glitchen. Dus van mijn part mag iedereen gaan lopen head glitchen, maar het punt is, je moet er niet achter gaan lopen campen. Campers zijn ongeveer het grootste probleem in heel Call of Duty natuurlijk. Als jij lekker op een streakje zit, je hebt bijna je MOA binnen, je hebt bijna een nuke binnen, je hebt bijna je Osprey Gunner binnen, weet ik veel wat allemaal. Dan basboom, staat er iemand achter de muurtje te campen. Ook de headglitcher met nadruk op die headglitch. En dan ben je natuurlijk dus gewoon dood. Dus camp headglitchers zijn scheid irritant. Niemand mag die personen. Maar rushende headglitchers die dus tactisch vooruit rennen en gewoon een bepaalde tactiek in hun hoofd hebben om een goede score neer te gaan zetten, die vind ik wel cool. Die vind ik chill, want die denken echt goed na over hoe ze door zo'n map heen gaan lopen. Als jij mij live complay ziet, als je bijvoorbeeld deze nuclear ziet, ik sta ook gewoon steeds even ergens achter de dekking zoeken. En dan denk ik, oké, ik heb die vent weer gekillt, er komt niemand meer aan, huppatee, ren ik meteen weer door. En zo ga ik dus de hele tijd non-stop door die map naar voren, naar voren, naar voren. En dan is het veel makkelijker om in één keer een goede score neer te zetten dan als jij echt non-stop erop af blijft rennen en nooit headglitch. Iedereen, en dan weet ik echt voor 100.000% zeker, headglitch minimaal één keer in zijn nuclear streak. Iedereen. Het maakt niet uit wat je in de lucht hebt hangen. Het maakt niet uit met welk wapen je speelt. Iedereen staat wel ergens achter te campen. Als jij een trappetje bijvoorbeeld oploopt, dus een trappetje waar ik nu sta, en je staat onderaan het trappetje, heb je standaard ook al een headglitch. Omdat je dan onderaan het trappetje staat en andere bovenop, waardoor hij geen dekking kan zoeken. Dus elke plek waar jij eventjes stilstaat en waarbij je dekking kan gaan zoeken, het maakt niet uit wat, is een headglitch. En die moet je dus ook gewoon gaan gebruiken, want Call of Duty heeft er niet voor niets ingemaakt. Maar dat was zo'n beetje wel mijn onderwerp. Laat eventjes weten in de reacties wat jullie van headglitches vinden. En of jullie het zelf ook gebruiken zonder dat je het bewust door hebt. Natuurlijk, je kan erachter gaan campen en dan heb je bewust door dat je erachter staat. Maar als jij gewoon lekker aan het spelen bent, dan soms ga je eventjes achter iets schuilen. En dat is ook gewoon logisch, want je wil natuurlijk de nuclear droppen. Je wil een goede score droppen. En dat gaat niet lukken als je gewoon random door die hele map heen gaat crossen. Maar mochten jullie dit compleet nou leuk hebben gevonden mensen, geef dan eventjes een duimpje omhoog. Als je nou onderwerpen voor me hebt over bijvoorbeeld een onderwerp zoals headglitches, zoals campers, zoals overpowered shit in Call of Duty, laat dan eventjes weten in de reacties. Want dan kan ik dat in het volgende compleetje met jullie gaan behandelen, want ik vind dit wel leuk om te doen. De nuclear is hier bijna binnen en je ziet,
Op dit moment heb ik de nuclear binnen en ze spannen gewoon de hele tijd in mijn rug. Ik loop hier heen en weer, ik wil steeds terug gaan naar de andere kant van de map. Toen in één keer spannen weer een achter me, moest ik weer terugrennen. Toen wou ik weer naar de andere kant van de map toe rennen. Toen spande er weer eentje in mijn rug. En zo ging het eigenlijk de hele tijd door. Maar het was gewoon een lekker gameplaytje om te hebben gehaald. Lekker gameplaytje om naar te kijken. En natuurlijk hopelijk een leuk onderwerp voor jullie. Dus mocht je hem leuk hebben gevonden, mensen, geef hem dan alsjeblieft naar je omhoog. Mocht je een onderwerp hebben, laat weten in de reacties. En laat meteen even weten of jij bewust aan het headglitchen bent. Of onbewust, of dat je het gewoon simpelweg helemaal nooit doet. Wat ik echt gewoon me niet kan voorstellen, want iedereen doet het soms wel eens. Ook al heb je het gewoon niet door. Maar bedankt voor het kijken, mensen. En tot de volgende keer maar weer. Bye bye.